deze komt echt niet goed. Ik denk echt dat ik in het ziekenhuis ga belanden. Ik ben hier echt te benen gewoon, dat we echt zien. J-School. What's up? J-School. Hey, hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar en ik maak elke dag een video voor jullie om 5 uur. En even een kleine credit naar mezelf, want ik vind dat ik ook tegenwoordig wel echt elke dag om 5 uur plaats. Ik krijg geen complimenten, ik hoor niks. Wat eigenlijk totaal ook niet nodig is, aangezien als ik zeg dat ik om 5 uur plaats, moet ik ook gewoon om 5 uur plaatsen zonder er cadeautjes voor te willen ontvangen. Maar goed, ik zend een speciale, dus alsjeblieft, feliciteer mij even dat ik elke dag om 5 uur stipt een video voor jullie heb en niet om 7 uur of 8 uur. Dankjewel. En dan gaan we eens kijken naar de abonnees van vandaag. We staan op 109.315 abonnees, weet je zelf. En even de shout-out van vandaag. Nou ja, trouwens, ik heb iets... Ik heb er iets in huis gehaald. Sommige mensen zullen het misschien al wel herkennen, anderen niet. Ik kan dat direct uitleggen. Maar eerst even de shout-out. De video van gisteren was Hij leest mijn gedachten. Dat ging over de Akinator. De Akinator. Of Akinator. En dat is dus een app die je gedachten leest. Dus als je de video nog niet gezien hebt, zeker even bekijken na deze video. Oh my, dat viel bekend op de grond. Halleluja. De shout-out gaat naar... Ik moet stoppen met die bal. Naar Sixtina Victoria. En zij reageert, het is mijn verjaardag, mag ik please een paar likes als cadeau? By the way, I love you, Jamila. Ze heeft 37 likes behaald. Dus een dikke proficiat, gelukkige verjaardag. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. Ja, oké, goed, dat was een shout-out. Daar zijn we ook weer vanaf. Nee. Goed, wat heb ik hier in mijn handen? Dit, dames en heren, is de enige echte Magic 8 Ball. Deze is een Magic 8 Ball. Ik weet niet of sommige mensen dat kennen of niet, maar... Ja, zoals je dus kunt zien, zit daar iets in. En als je schudt en een vraag stelt, maar ja, de camera staat nu recht en eigenlijk kun je er alleen maar aflezen als je naar beneden kijkt. Maar je moet dus een vraag stellen aan de Magic 8 Ball en terwijl moet je schudden met een bal. Bijvoorbeeld, zie ik er mooi uit vandaag? En dan moet je dat zo plat houden en dan... Ja, je ziet dat misschien, dat blauw driehoekje. Er staat daar niet op. Unlikely. Wat wilde zeggen dat ik er niet goed uit zien, of hè? Fucking bralbal, ik wist dat ik het niet had moeten kopen. Ik heb dat ook kei droog op het internet. Gisteravond, zondags was ik als rustig aan het scrollen op het internet, as usual. En ik kom ineens zo'n Magic 8 Ball tegen. Maar ik weet vroeger, toen ik echt 10 was of zo, een vriend van mij had, hè. Ik vond dat super cool en ik moest dat hebben. En ik had zoiets van, ja, ik heb dat nooit niet gehad. En ik zag dat staan en ik had zoiets van, echt ja, dus druk zo bestellen. En voor ik het wist dat ik dat betaald. En ineens van de morgen gaat de bel en komt hij hier binnen met die Magic 8 Ball. Dus bij deze, nu heb ik een Magic 8 Ball. En weet wat ik wel eens een keer wil doen, maar top is voor een video. Dat is dat ik mijn dag volledig laat bepalen of mijn volledige week volledig laat bepalen door de Magic 8 Ball. Dus bijvoorbeeld, moet ik... Vandaag douchen. Cannot foretell now. Ja, dus ik kan dat nu nog niet vertellen. Wacht. Moet ik vandaag avond eten? Of moet ik dat gewoon overslagen? Yes. Ah ja, ik moet alleen maar ja-nee vragen stellen eigenlijk. Dat is fucking droog. Moet ik vanavond avond eten? Yes. En dan gewoon zo heel mijn dingen laten bepalen door de Magic 8 Ball. Maar nu gaat de Magic 8 Ball even hups naar rug. Ja, oepsakee. Jullie weten dat ik allemaal Wish-producten heb besteld. En ja, dat duurt nog wel even voordat die allemaal aankomen. Maar ik heb al wel één product gekregen. Dus ik was aan het denken om gewoon daar al een video van te maken. Omdat dat waarschijnlijk wel een leuke video gaat zijn, deze. Ik kan me eigenlijk inbeelden dat deze een toffe video gaat zijn. Niet dat mijn andere video's niet tof zijn, maar deze gaat wel een toffe video zijn. Snapte? Wow, ik ben even aan het voorlopen. Dames en heren, Batjas is er weer. Jullie hebben erachter gevraagd. Ik ben Batjas Woman. Da-da-da-da-da. Maar wat is dat? Van waar komt dat teuntje nu weer? Hoe komt dat je dat niet weet? Ah, Star Wars! Ja, toch? Whatever. Goed, ik heb dus één product ontvangen en ik dacht ik kan dat gewoon uittesten. Maar ik ben echt in mijn broek aan het schijten die ik niet aan heb, want ik heb een badjas aan. Om dat te gebruiken, deze product. Ik ga het gewoon laten zien. Dit is dus de lip... Plumper. Dat is dus een soort van lippenstift dat je moet opdoen. En dan zou je dus ineens van die gigantisch dikke volle lippen krijgen. Je kunt zien, dit is voor, dit is na. Ik heb niet veel zin in deze video, denk ik. Ik weet het niet. Ik hou niet zo van dingen testen. Ook omdat alles gewoon altijd fout gaat bij mij. Maar goed, ik ben een YouTuber. Soms moet je shit doen dat je niet leuk vindt. Gewoon om jullie te entertainen. Dus ik ga dat spellen in hier. Open.
Amai, dat stinkt echt naar Japan. Of zo. Is dat een geur, Japan? Is dat racistisch dat je dat zegt? By the way, voordat ik deze ga opdoen, ga ik eerst online eens even kijken naar mensen dat ook gebruikt hebben. Want ik heb echt wel bang om deze te gebruiken. Oh, die kleur ook. Dat is precies urine gewoon. Zie, dat is echt precies urine in een potje dat je op je lippen moet smeren. Ik durf niet. Ik durf echt niet. En ook dat taaltje dat erop staat. Niemand snapt het, hè? Ik weet niet of je dat kunt zien hier. Ik weet niet eens welke taal dat is. Het enige wat erop staat is super volume with ginger oil. Mm-hmm. Wat ik sowieso denk, is dat als ik dat opdoe, dat dat super hard gaat pikken aan mijn lippen. Dat echt zo... Want wij hebben hier in België hebben ook zo van die lippenstiften waar je zo gezicht een vollere lip van krijgt. En dat je dat opsmeert, dan, ja, dan tintelt dat zo of dan pikt dat. Maar ja, als je lippen opzwellen, moet dat sowieso een bepaalde reactie afgeven. Waardoor dat ik gewoon waarschijnlijk ga sterven straks. En al die andere video's niet meer gaan kunnen maken. Maar goed, dan is het maar zo. Dan hoop ik dat deze video werkt. Dus goed bekijken, alstublieft. Dan heb ik geld genoeg om mijn begrafenis te regelen. Ik ga gewoon eens open doen en rieken. Het stinkt niet. Maar het riekt wel heel straf. Oh, ik kan niet... Wat riekt dat? Dat riekt naar bullshit, riekt daar. Ah, mijn neus. Nee, mijn neus. Dat riekt fruitig, maar ook pikant. Pikant. Zit dat een geur pikant? Oh, ik ga even eerst kijken op het internet. Sorry, ik vertrouw dat echt niet. Ik wil niet dat dat mij gaat pijn doen, weet je wel? Ik ga dat gewoon opzoeken. Ja, op wat? Op Ministar. Wacht, hè. Ministar lip... Plumper. Wat ik ook soms denk, en dat is misschien kei erg, maar weet je, Wish, ik vertrouw die site gewoon echt gewoon langs geen kanten. Vooral dingen zoals deze, dan denk ik echt zo van, stel u voor dat dat mensen zijn die dat gewoon thuis zelf hebben gecreëerd of hebben gemaakt en die hebben daar drugs in gestoken of zo. Of van dat zuur dat heel hun lichaam wegbrandt. Like, it could be, hè? Weet je wel? Dus ik heb altijd zo wat bang dat ik zo, ja, iets op mijn lichaam ga smeren dat zo niet eens legit is. Weet je wel? Maar goh, ik kan kijken naar afbeeldingen van Ministar Lip Plumper. Oh nee, het eerste werk ik zie is een thumbnail van iemand die dat zegt Plumper going wrong. Oh, er staat bij Most Painful Lip Plumper. Dat is dus deze, hè, maat? Nee. Even nee. Is dat echt? Dat is echt niet oké. Dat is het eerste waar ik tegenkom gewoon. Mannetjes, ik ga gewoon een korte pijn. Ik ga gewoon de shit op mijn lippen doen. Ik ga even zo iets dichter komen, dat ik wel zo wat iets beter beeld heb. Ik heb trouwens nu niks op mijn lippen. Waarom is mijn lamp zo licht? Mijn kop is echt overbelicht. Okay, zo. Dus ik heb wel smink aan mijn ogen en zo, maar ik heb dus niks aan mijn lippen hier. Puur omdat deze er dus op moet. Maar goed, we gaan dat gewoon... Ik vertrouw het niet. Waarschijnlijk is deze de laatste keer dat ik mijn lip ooit heb gezien. Vaarwel, lip. Maar goed, ik ga... Ik durf niet! Oh my god, ik durf... Oh my god, ik voel dat nu al branden op mijn Oh my god, mijn tong! Dit is echt niet oké. Waarom pikt dat in mijn tong? Oh my god, dat brandt. Oh my god. Nee, ik zit echt niet aan het lachen. Oh my god, deze kan niet gezond. Deze kan niet gezond zijn. Ik durf ook gewoon niet te slikken, maar ik slik heb dat er drugs in zit. Er is een beetje op mijn tong gekomen en heel mijn tong is aan het pikken en mijn lippen zijn aan het branden. Oh my god, ik kan je lip niet meer overhouden. Oh my god, dat brandt. Hoe lang duurt dat ook voordat dat klaar is en zo? Ik heb totaal geen idee. Are you swollen of wat? Ik ben even aan het zien in mijn camera. Maar deze brandt echt hard. Oh my god, deze brandt hard. Maar ik snap het niet. Zwelt en... Oh, waarom brandt dat zo? Weet je hoe dat voelt? Alsof het daar allemaal duizenden mini naaltjes in je lip worden gestoken. It's like fucked up. Waarom komt de rook af? Oh, dat doet niet goed. Oh, dat is toch echt niet goed. Fucking rabbel.
Oh mijn nee. Ah, deze begint echt zeer te doen. Oh my fucking god. Ik ben mij gewoon zelfs niet goed te voelen. Oh, dat pikt. Nee, deze van mij. Ik hou deze echt niet vol. Ik ben even niet aan het leggen, mannetjes. Ik voel mijn lippen opzwellen, maar dat pikt. Oh, dat wordt erger. Ik dacht dat dat zo even ging zijn en dan stopt dat wel. Maar nee, dat shit is just going. En zo lucht erop doen is ook niet echt een hulp. Zo. Je moet niet denken dat het beter gaat maken. Totaal niet. Maar ik denk echt dat veel mensen... Ik kan al veel verdragen aan pijn. Ik denk niet dat veel mensen deze zouden kunnen... Mijn ogen beginnen zelfs gewoon te tranen, maat. Het is goed geweest. Stop naar mijn pikken, alsjeblieft, van mij. Deze gaat zo hard de vuilbak in. Oh, ik kan niet meer. Ah, oh, dat doet zeer. Dat wordt erger met de seconde. Ah, oh, nee, dat moet eraf. Oh my god, dat moet er echt af. Ik ben niet aan het leggen. Dat moet toch stoppen, die pijn. Ah, mijn lip. Oh my god, dit is echt zeer. Ik ben echt niet aan het zeven. Oh my god, ik begin echt gewoon trauma ogen te krijgen. Ik begin echt te wenen gewoon. Dat doet echt zeer. Ah, waarom mindert dat niet? Oh, dat moet eraf, dat moet eraf, dat moet eraf. Deze komt echt niet goed. Ik denk echt dat ik in het ziekenhuis kan belanden. Oh, ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dat moet eraf. Ik heb hier even een t-shirt van mij. Ik zou als in de buurt hebben. Ah, oh. Oh, dat doet echt zeer. Oh nee, dat is op mijn tong gekomen. Ah, dit brandt echt fucking hard. Ik moet echt water hebben. Stop niet. Oh, dat blijft echt branden, maat. Hoe moet deze weg? Ik ben echt niet aan het leggen. Dat moet stoppen. Maat, dat stopt. Elke keer dat je dat water eraf doet, begint dat terug keihard te pikken. My fucking... Ik had careless gewoon, echt. Oh, dat brandt. Nee, echt waar. Ik kan dat aanklagen. Deze is echt gewoon... Oh, dat pikt zo fucking hard. Deze is echt niet oké. Dat gaat er ook gewoon niet af. Oh, stopt gewoon. Deze had ik echt niet verwacht. Echt niet. Ik ben zo pist. Op het begin was dat grappig. Oh, dat pikt een beetje. Maar dit is niet oké. Ik heb goesting voor zelfs nu gewoon naar fucking spoed te rijden. Ik ben echt niet aan het leggen. Ik kan mijn lippen ook niet op elkaar houden. Als ik dat nu op elkaar hou, is dat precies of die scheuren gewoon uit elkaar. Ik moet echt zo praten en af en toe wat water erop doen en hopen dat dat binnen een fucking 5-10 minuten weg is. Maar dat is precies door heel mijn lichaam aan het trekken. Heel mijn bed is hier zeiknet van het water dat er gewoon aflekt. Alsjeblieft, mannetjes, koop dat nooit op Wish. Ik ben echt niet aan het zeveren. Nooit. En mijn lippen zijn niet eens dikker. They're just fucking burning off. I don't like this point in my life. Fuck. Ik denk elke keer het is iets beter aan het worden. Maar elke keer als ik mijn lippen op elkaar zet, springen die terug uit elkaar. Ik ben zo net. Dat kunnen wij echt niet inbeelden, hoe fucking zeiknet dat ik hier zit. Het meest kutte eraan is ook gewoon... Ik heb zoiets van, als ik dat er afveeg, wil ik ook dat dat stopt, weet je wel? Maar dat stopt gewoon echt niet. Dat trekt gewoon volledig... Wat voor fucking shit dat daarin zit, dat wil ik echt niet weten. Dat is niet voor een menselijk lichaam bestemd, wat dat daarin zit. Ik kan me eigenlijk echt gewoon in mijn bed liggen, subiet. En ik kan echt schreeuwen als een klein kind. En hopen dat die pijn snel weg is. Wauw, dat deze verkocht mag worden, dat is echt schaamtelijk. Er is letterlijk niks aan mijn lippen veranderd, hè? Volgens mij en mijn lippen zelfs dunner als ervoor. Het is aan het weggaan. Amai. Oh, ik ben blij. Ik was echt aan het wenen er juist. Hoe gênant is dat? Ik was echt aan het wenen. En niet van per se de pijn, maar gewoon van... Ik was bang dat er iets met mijn lippen ging gebeuren. Ik ben zo'n pussy ook soms, echt waar. Oké, dat is wel vrij gênant. Moesten mijn lippen er nu uitzien als die van Angelina Jolie, dan had ik nog zoiets van, oké, it's worth the pain. Maar deze is niet worth the pain. Mijn lip is gewoon verdund. Ik heb dikkere lippen als deze. Maar stel je voor dat je dat effect pas ziet binnen een half uur of zo, weet je wel? Dat dan pas mijn lippen kei vol zijn. Maar dat geloof ik niet. Ik heb alles eraf gewassen en... Nee, als ik het langer had laten zitten misschien, maar dan had ik ook waarschijnlijk in spoed gelegen. Dus ja, je moet soms eens keuzes maken in het leven, hè. Dus ik wil eigenlijk al niet weten of er hier een goed eindresultaat aan vasthing of niet. I'm just gonna throw it in the garbage can. Oops. Bekend. Het papiertje volgt. Bekend. En ik kan niet afsluiten, want ik moet echt even niet op mijn lippen gaan smeren. Dit was de eerste Wish video. Er moeten er nog een stuk of 17 komen, dus... Good luck to me. In ieder geval, als je deze een leuke video vond... Oh, mijn lippen. Laat het mij dan weten. Door een blauw duimpje omhoog te geven. Als je nieuw bent op mijn kanaal, je bent nog niet geabonneerd, moet je dat zeker even doen. Gewoon op het cirkeltje klikken na de video met mijn gezicht op. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie
morgen, hopelijk als ik niet gestorven ben na deze video, om 5 uur bij een nieuwe video. Doei! Oh, who does that?